Wanneer ik in Brussel de Boulevard du Midi of Poincaré afwandel, doen we dat in de zuimel de Brusselse vuurstoet, dan komt dan de Port d'Anderlecht. Doe zo'n twee dezelfde bâtimenten, dat veel mensen niet weten wat het dat is. Doe eens een ingang van de Musée des Égouts, Brussels Riolenmuseum. En je kunt dat zeer meegeleid bezoeken. Kom mee, we gaan een keer zien. De Zenne was al lang geleden een echte ego geweest voor Brussel. Vroeger was ze niet overdekt en was de stank in de 19e eeuw een miauwetaren. Dan is zij verwelfd vanaf Anderlecht tot op de Pont van Praat in twee conduits, een linkse en rechtse kuiper. We gaan een stage leger en hier komen we in een exposé met een uitleg van de gezoel van de goes, hoe het woed er afgevuurd wordt en hoe dat de riolen er rood zijn. Je kunt een voorbeeld zijn van een riool. In de tweede exposé stond een duisnij van een riool en de uitleg van de werkomstandigheden van vroeger. Dan zakken we twee stages en komen in de linkse zennekuiker. Hier nemen we een van de twee omsluitingen, de collecteur van de Chaussée de Mons. En zo komen we op de omsluiting van de Boulevard de l'Abattoir. Nu zit het te groot als het nagereigen is. Nu wil ik niet inzitten. Een beetje verder is een schoofkeer. Die dient voor de collecteur te kosten. Op onze terugkeer komen we terug in een exposé. Hier zien we hoe het kostpersoneel uitgerust is voor dat veel kostwerk te doen. Verder we naar buiten gaan, krijgen we nog een beetje uitleg over de woterverdeling in Brussel en hoe het zit met woterverbruik in België.